Kijk, en er zijn van jullie ook heel veel kaartjes gekomen, lieve mensen. Nou ja, met hulp van de buurvrouw was het eigenlijk zo voor mekaar, dus dat was niet zo'n probleem. En daarna zou om 1 uur het bed opgehaald worden. En diegene die. Goedemorgen, terwijl ik raaf je even aai. Ik heb hier al een kop koffie staan. Nou ja, een glas koffie, want mijn kop was gevallen. Dus ik denk, dan doe ik maar een kop gelijk. Raaf is een beetje aan het moeilijk doen met zijn brokjes op het moment. En met zijn vleesje. En ga maar lekker eten, vriend. Hé, hey. Ja, ik vind jou ook heel lief. Ga maar lekker je vleesje eten. Hé, doe maar. Ik ga ook eten. Ja? Nou, ik ga drinken, maar... Hopelijk gaat hij zo nog even eten, want wij gaan dus over een uurtje naar Groningen. Dus het zou fijn zijn als hij voor die tijd iets in zijn maag heeft, anders spuugt hij de hele bende er weer onder. Goed, ik ga even ontbijten. Het is vandaag 12 mei 2023. En het is nog vroeg, het is 6:55. Ik heb de wekker een uur te vroeg gezet. Nou, kan gebeuren, geeft niet. Maar ontbijt en daarna spullen bij elkaar pakken en naar Groningen. Hallo vanuit Groningen en ja, ik ben hier al de hele dag en we hebben niks anders gedaan dan heen en weer dingen geregeld. Het kamer wordt, zometeen wordt het laatste eruit gehaald, dat is het bed. Dat gaan we weggeven aan iemand die het heel erg nodig heeft. En dan is alles leeg daar. En ik krijg zo'n een glas water aangereikt. We hebben net even heerlijk een kibbelingetje gegeten, want zowel Marijn als ik hadden echt trek gekregen. Even mijn water opdrinken, want het water ligt hier een beetje slecht. We nemen Raaf nu ook even mee, want die is best wel veel hier geweest in zijn eentje. Maar vanmiddag zijn we hier geweest, hebben we wat gegeten en een rondje met hem gelopen. En nou ja, nu gaan we het dus doen. Maar ik zal jullie nog even hier een tour geven. Dus als Marijn eventjes buiten de deur gaat staan, want die wil niet in beeld. Dan heb je huisvuil pas, want die hebben we zo nodig. Ja. Top, ik moet er nog even wat weggooien. Goed, ik ga even een room tour doen, of een house tour doen, maar dan wel ingericht. Nou, dit is Marijn's een slaapnis, hoek, bed, geval, bed van 1,40, lekker verschoond vandaag. Hier heeft hij zijn kledingkast. Inmiddels heeft hij zijn computer hier staan. Hij heeft 3 planten, die waarschijnlijk wel wat weer water mogen, maar hij doet het goed. Zijn tv en zijn kast. En daar zit een bekend lief vriendje naast. Gaat vriendje zo mee? Ja, gaat zo mee, hè? Ja. Dit is nog wat in een kast moet, maar die kast hebben we nog niet. Hij heeft vandaag de was gedaan. Het staat lekker te drogen. Dat kan ook in de badkamer. Dan hebben we een keuken. Met een kastje met een laadje. Een vaatwasser en nog een kastje. En boven 3 kastjes. En dan heeft hij hier een magnetron en een koelkast en een hele grote lader onder. Dat is echt super fijn. Nou, hier hebben we een kapstok gemaakt. En dan hebben we een badkamer en die is nu ook ingericht met een douchegordijn. Er hangt een handdoek te drogen, dat had ik gedoucht vanmorgen. Badmatje, net toiletje. En hier ligt nog een theedoek te drogen, maar die is ook bijna droog. Dus nou ja, heel leuk huisje zo. En daar is de voordeur. Kijk, en er zijn van jullie ook heel veel kaartjes gekomen, lieve mensen. Van anderen ook, maar echt super toffe kaartjes zoals deze. En deze is echt heel erg leuk. Deze. Nou, deze kennen jullie ook. Super leuk allemaal. Hallo, ik ben weer thuis. Zo. Even hierheen. Ja, ik heb nog een tas vol met spullen, maar dat gaat eigenlijk allemaal naar boven. Ik heb nog alleen een zakje afval in, dat kan er nu uit. Ik heb er niet heel lang over gereden, maar ik heb onderweg nog even drinken gehaald. Bij een Mac even een bekertje cola. Ik had zo'n dorst en ik had mijn water al op. We hebben kibbeling gegeten. Het was echt verschrikkelijk lekker, maar ik denk ook heel zout. Want ik heb de Marijn net in zout. Ik heb zo'n dorst. Maar goed, dat geeft niet. Het was vandaag vooral heel erg veel heen en weer rijden. Mensen kwamen op verschillende momenten spullen ophalen en dat was best onhandig.
hadden we geprobeerd om een beetje te stroomlijnen, maar dat is dus niet gelukt. We zijn vanmorgen heen gegaan. Toen hebben we eerst de kast uit elkaar gehaald, want die past er niet in één keer door de deur. Ik ga even drinken schenken en dan ga ik verder vertellen. Zo terug. Zo. Nou ja, dat, met hulp van de buurvrouw was het eigenlijk zo voor elkaar. Dus dat was niet zo'n probleem. En daarna zou om 1 uur het bed opgehaald worden. En diegene die echt het 5 voor 1, ik kom toch niet. Maar ja, wij waren slim geweest. We hadden meer mensen achter de hand. Dus we hebben de volgende op het lijstje gebeld. Want dan had ik al tegen gezegd, ik gok er aan dat de eerste niet komt. Maar jij staat als tweede op het lijstje. Mag ik je telefoon noemen? Dan kan ik je bellen. Dus die ging zo op stel en sprong dingen gaan regelen. En uiteindelijk om 4:30 kon die dan het bed ophalen. Nou, toen hebben we ondertussen mijn boodschappen gedaan. En bij Marijn van alles in huis gedaan. De was gedaan. Marijn heeft even wat schoonmaakwerkjes gedaan. Dingen die hij voor het eerst moest doen, zeg maar. Hè. Hij had natuurlijk alleen maar een douche om schoon te maken. En nu echt een complete badkamer. Dus dat is dan toch weer anders. Ik zeg ondertussen even mijn planten water geven. Want het is zo warm nu. Dat ze dat wel willen. Nou ja. Dat soort dingen hebben we gedaan. We hebben een raafje uitgelaten. Vervolgens weer terug naar de Oosterhammeriklaan. En daarna hebben we boodschapjes, of minst hebben we boodschappen hadden we al gedaan. Hebben we lekker visje gegeten. Dat was echt heel erg lekker. Nee, je moet erin laten, niet ernaast. Maar een basilicum groeit ineens als een molle. En er zit iets in wat geen basilicum is. Dat lijkt er niet eens op. Maar goed, geeft niet. Het was echt gewoon een hele dag best wel weer doorwerken en dingen doen. En we hebben uiteindelijk nu ook de grote, dat heb ik gedaan toen Marijn even bezig was met andere dingen. Om ook even daar de buurvrouw weg te helpen, want Marijn had het internet op zijn naam en dat soort dingen. Dus dat was nu allemaal ook geregeld. De once over met wat er achter de kast wegkwam en achter het bed en zo. Dus alles is nu echt spik en span. Marijn gaat maandag bellen om de sleutels in te leveren. Is dat stukje afgerond. En dan hoef ik alleen nog maar naar Groningen. Omdat het leuk is. Omdat we er zin in hebben om leuke dingen te gaan doen. Hoe heerlijk is dat? Ik kijk er naar uit. Maar goed, we zijn net thuis. Raafje ligt alweer lekker op de bank. Die heeft zich echt super goed gedragen. Die kan dus mee. En dat is echt super fijn. Want hij kan daar ook gewoon even alleen in het huis van Marijn zijn. Er gebeurt niks. Hij doet niks. Hij gaat gewoon lekker slapen net als thuis. Dus helemaal top. Heel blij mee. Het was al met al wel weer een hele fijne dag, maar ik ben nu echt heel erg moe. Het is inmiddels 8:55. Gisteravond dacht ik nog, ik moet even die video's online zetten. Ook voor morgen, of dat morgenavond niet te doen. Is het niet gelukt, dus dat ga ik nu nog doen. Ravi is alvast naar bed, die is helemaal klaar met vandaag. Die had geen zin meer, dat merkte ik aan alles. Hij wilde alleen nog maar naar het gras daar lopen. Het enige wat hij vervolgens doet is terug en trek aan de ring. Ik wil naar binnen, ik wil naar binnen, ik wil naar binnen. Nou hadden we ook vanmiddag een heerlijk end met hem gelopen. Omdat we tussendoor toch behoorlijk tijd hadden. Dus dat was prima, maar ik snap hem. Ik ga even een videootje online zetten. En daarna ga ik douchen en mijn bed in. Het is mooi geweest voor vandaag. Het was echt een hele productieve dag, een hele drukke dag. Maar Oosterhammeriklaan, kan een vinkje achter. Marijn mailde, appte net. Dat hij de mail heeft uitgestuurd dat wat hem betreft de sleutels ingeleverd kunnen worden. Oh, dat zou wel lekker zijn als we daar vanaf zijn. En hoewel het eerst prima hockey was hoor, maar het is echt wel heel klein. Maar ja, weet je, beter dan niks. Heen en weer reizen is ook geen optie. Goed, mijn computer gaat opstarten. Video online zetten. Hier liggen nog 2 video's die geëdit moeten worden. Dat is morgen of maar zondag. Maar niet vandaag meer. Vandaag is mijn hoofd er klaar mee. Maar dat snap je hopelijk wel. Want nou, het reis ging goed, moet ik zeggen. Heen was het 1:50 en terug ook zoiets. Dan heb ik op de terug even drinken gehaald bij de Mac. Maar 1:50 vind ik echt een hele schappelijke tijd.
Even kijken. Ik ga naar nummertje 19. Die moet er online. Als het goed is. Vandaag. Oh. Ik wil te snel. Dan gaat het niet. Die moet daarheen. Dat is de verkeerde. Die moet even aan. Dit kan er uit. Nou, ik ga even lekker aan het werk. Anders schiet het gewoon niet op. Gelukkig gaat uploaden over het algemeen heel snel. We hebben expres goed internet, daar hou ik voor natuurlijk. Maar ik ga douchen en mijn bed in. Want morgen komt Petra, mijn vriendin, langs. Samen met haar man. Dus dat wordt echt een super fijne dag. Maar voor die tijd wil ik nog wel even de vloer gedaan hebben. Want ik liep naar binnen. En ze zijn hier in de buurt bezig geweest met van die kabels aanleggen. Dus het ligt elke keer overal zand. En bij Marijn was dat niet een ander verhaal. Dus ik liep net ook al in zand naar binnen. Dus daar wil ik morgenochtend nog echt even gewoon wat aan doen. Zoals ik elke zaterdag altijd even de vloer kwijl of zondag. Maar dat wil ik even doen. Ja, gewoon even lekker rommelen. Ik moet nog naar de apotheek. Want eindelijk zijn de allergiepillen weer binnen. Dat heeft echt heel lang geduurd. Ik heb nu nog 2 tabletten. Dus die moet ik echt even ophouden. Maar ik ga even onder het gemalen water staan. Ik moet wel zeggen, de lucht is erg mooi. Kijk, heel mooi oranje daar. Oranje en roze. Ja, dat was de vrijdag. Weer een hele drukke, volle dag met veel dingen die moesten. Het huis, het oude kamertje is nu echt helemaal leeg staat. Alleen nog een koelkast in, die is van hun, die mogen ze ook lekker houden. Verder is alles weg. Gordijnen eraf, de bed is opgehaald. Dat is naar een collega, zeg maar, gegaan. Een leerkracht van een andere school uit Groningen, die kon het bed heel goed gebruiken voor een leerling voor haar. Nou, hoe fijn is het dan dat je dat kunt doen? Dus dat is mooi. Het bed is gewoon ook voor niks weggegaan uiteraard. Hè. Daar niks voor gevraagd. Een dankjewel is dan ook genoeg. En dat weet je, in dit geval was ik gewoon ook echt zoiets van. Als ik daar mensen blij mee kan maken, is het goed. Dus Marijn heeft ook gelijk gemaild dat de sleutel ingeleverd kan worden. Dat hij er klaar mee is. Dus ik ben benieuwd hoe lang het gaat duren. Dus dat is nu geregeld. Verder... Nou, een huisrijding ging vlot. Dat viel echt heel erg mee. Ik heb wel even onderweg dus drinken gehaald. Omdat ik gewoon echt wel dorst had. En Marijn had het ook, dus het kwam echt wel van de kibbeling. Maar die was ook wel weer heel erg lekker. Dus dat deed ik ook niet elke dag, zeg maar. Dus dat moet kunnen. Goed, eind van deze video. Morgen een knutselvideo. Het is zo leuk, want ik heb een aantal mensen die echt gewoon dat vast kijken. En misschien kijken ze deze video's dan weer niet. Maar die sturen ook foto's van wat ze gemaakt hebben. Dat is zo ontzettend leuk. En dat is gewoon, daarvoor doe ik het voor. Dat vind ik gewoon zo ontzettend leuk. Het ontspant mij. En ik geef andere mensen inspiratie. Daar doe je het voor. Dus, als jij nou ook foto's hebt, laat ze lekker zien. Morgen dus weer een nieuwe knutselvideo. Ik zou zeggen, heel veel kijkplezier daarmee alvast. Dankjewel voor het kijken naar deze video. Ik zie je heel graag morgen terug in een nieuwe video. Hele fijne dag als je de video's morgens hebt gekeken. En kijk je nou 's avonds, dan slaap lekker. Mooie dromen. Tot morgen. Tot de volgende video. Doeg.